Gepensioneerden hebben hun pensioengelden nog steeds niet gehad. De senioren wachten al 3 dagen op hun geld. De Centrale Bank van Suriname heeft de middelen nog niet gestort op de commerciële banken, hoewel het ministerie van Financiën reeds toestemming heeft verleend om de betalingen te voldoen. Enkele banken hebben de middelen voorgeschoten, waardoor een deel van de gepensioneerden wel over hun geld kan beschikken. De moederbank heeft tot nu toe geen informatie verstrekt over deze kwestie. De commerciële banken melden dat ze niet weten wat het probleem is. De overheid moet in totaal een bedrag van 77 miljoen Surinaamse dollars overmaken voor de maand april.